kerk, ik denk niet dat jullie dat weten, die is ongeveer, dat weten ze niet precies, 800, 900 jaar oud. En toen was er hier al een kleine plek waar wat boerderijen stonden. Mensen waren allemaal boer, hadden landbouw. Waar we boerderijen stonden. En als die mensen dan een paar huizen hadden, dan wilden ze ook een kerk hebben. En die kerk die hier, de eerste kerk die hier gebouwd is, niet deze kerk. Alleen het begin. Het was een klein kerkje en dat is in de loop van de eeuwen is dat steeds groter geworden. Je kunt zelfs hier in de vloer nog aan lijnen zien, zoals dit, waar het een stuk bij aangekomen is. Ze hebben die, toen de kerk hier een aantal jaren terug gerenoveerd was, hebben ze het plan gehad, de architect, om dit onder te schilderen, want die vond dat niet mooi. En toen kwamen de mensen, die werden boos en die zeiden, nee, dat moet blijven. Toen zegt die schilder, nou ja, laat ook maar, vanuit de kerk is het toch niet te zien. Laat hem maar. Zo ging dat. Glas in lood of ook wel gebrandschilderde ramen. Dat werd vroeger in de kerk overal gedaan. Dat zie je hier ook. En er werd daar een afbeelding van. Dat is dus gekleurd glas. En, daar zit, en dat zit vast in strippen, loden strippen. Sommige mensen gaan. En dat noemen ze gebrandschilderde ramen of glas in lood. Daar komt die loden, die strippen dus. En dat zijn allemaal afbeeldingen van heiligen van het Bijbelverhaal, van het leven van Christus. Moet je even oppassen hier, hè? Maar... Ik ga daar wel even staan. Ja? Hier zit zo waar je het aan vast kunt houden. Ja. Kijk, hier is een touw. En dat touw moet je goed vasthouden. De tweede, dacht ik. Nee, deze zit op slot, hè? Hebben we een lamp, Gerard? Gerard, waar zijn we nou? Waar ben je? Ja, pas op, daar gaat hard hoor. Ja. Trek hem maar en dan komt hij de.